Hey everyone, in a recent video, Dutch politician Thierry Baudet is rebutting another politician's statements on AT. This video is quite interesting because of the different views surrounding this topic. Take a look for yourselves. Het gaat over motie 2. Andrew Tate is een verkrachter en een mensensmokkelaar. Dus ik denk dat in Roemenië toch nog best wel een gezonde rechtsstaat aanwezig is. En dat terecht gewoon een crimineel daar is opgepakt, eindelijk. Ja, we hebben hier... Uh, ...de goede gewoonte om zaken die onder de rechter zijn... Niet, uh, ...om daar niet op vooruit te lopen. Dat is in strijd met de trias politica. Uh, uh, dit zijn allemaal aantijgingen die... Ja, ...toen ik uh, doseerde, ik doseerde een tijd strafrecht... ...was het zo dat als iemand zei dat diegene zeker wist dat iemand de dader was... ...dat diegene ofwel <laughs> slachtoffer was... Maar waarschijnlijk vooral medeplichtige aan een daad. Want alleen dan kon je zeker weten dat die daad op die manier was verricht. Dus ik weet niet of dit, we dit moeten zien als een zelf-incriminerende uitspraak van mevrouw Gundogan. Of, iets, of een, een, een uiting van bepaalde ja, media-wanen. of iets anders dat ze heeft gelezen of gehoord her en der. Maar ik vind het in ieder geval zeer ongepast voor een democratisch. Uh, ja, en we hebben hier ook uh, de regel dat als mensen er niet bij zijn en er forse beschuldigingen zijn, het is, dat ze daar ook het is, uh, terughoudend in zijn. Eigenlijk zou zouden... ze haar excuses nou, moeten aanbieden. Nou, ik zeg. Ik uh, was u even aan het helpen, volgens mij. In dit geval, zeg ik maar, dat kan ook voorkomen. Om in ieder geval dit soort geluiden ook van, uh, van mensen die nog niet veroordeeld zijn uh, in deze kamer te uiten. In deze videoclip: Dutch politician Thierry Baudet is rebutting another politician's claims that AT is a TR ficker en een arper. He also states that according to law, AT should not be judged before the court's ruling has been released. Until now, the brothers have not been formally charged with anything, so these are all still allegations. Do you think they will be convicted? Let us know down below, and remember to like, subscribe, and turn on notifications to stay updated.